Hoi, ik ben Robin en welkom bij alweer de vierde aflevering van Robin's Small Talk. Voordat we de aflevering gaan beginnen, wil ik eerst iets anders aankaarten wat ik bij de hints en theorieën van Guido heb gezien. En dat is eigenlijk een moment waar ik ook zelf nog niet eens bij stil had gestaan. Nog wel een goede hint. Dit was namelijk de opdracht bij de hovercraft. En hier staat namelijk dat in lijn 1 en 2 zitten kandidaten. Oftewel, zou de mol dus in lijn 3 horen te zitten. Ja, en dit was dus de juiste oplossing. En dat zou dus betekenen dat of Rob of Buddy de mol zou moeten zijn. Ja, ik denk dat het verder ook geen uitleg behoeft. Dit zou echt wel een hele mooie actie zijn vanuit de makers van het programma. En ik wil Guido bedanken dat ik zijn stukje video mag gebruiken. En zijn video staat uiteraard ook in de beschrijving, zodat je deze kan bekijken. Dan op naar alweer de vierde aflevering van Wie is de Mol? En dit was voor mij toch wel een soort van een bijzondere aflevering. Kort samengevat, van €75 per kapotgevallen vaas naar verkeerschaos, of eigenlijk eerder navigeerproblemen. En tot slot zijn wij misleid, want niemand gaat naar huis toe. En de titel van deze aflevering is uiteraard ook misleid. En dit is toch wel een aantal keer gebeurd in deze aflevering. En dat was ook, dit is ook het moment dat wij dan met Robin's Small Talk gaan beginnen. En ik vind deze zelf ook wel heel erg grappig eigenlijk. Rob die werd misleid door zijn tuinbroek. Ja, die broek is niet zo gunstig, Mil. Ja, het ligt aan je broek zeker. Ja. En de kandidaat die weet niet wat je van tevoren voor opdracht krijgt. En de mol weet dat wel. Maar in het tuinbroek lopen, dat is nou niet heel bijzonder. Zeker niet als je weet wat voor opdracht je daar moet doen. Maar goed, ja, na de opdracht vraagt Leonie aan Nathan hoeveel geld er in de pot zit. En hij denkt iets meer dan €6.000. En hij komt er later op terug omdat hij soort van zit te genieten van zijn eten. Nathan, wat zit er in de pot? Geef me even de ruimte, jongens, om dat even even de administratie te doen. Ergens ja. In de 6.000 of zo. Het is een kwestie van vertrouwen, hè, dit? Morgen dus. Eigenlijk is het ook wel heel vreemd, want Nathan is penningmeester en het lijkt mij als penningmeester zijn, dan weet je altijd wat er in de pot zit. En ik heb er ook wel het vermoeden dat hij daardoor Leonie misleidt, omdat hij niet kan aangeven hoeveel dat er in de pot zit. En het volgende fragment had ik pas in de gaten tijdens het kijken van Mol Talk. Het was me ook nog niet eerder opgevallen. En het werd daar ook kenbaar gemaakt. En dit is wat hij zegt. Hongkong, Filipijnen, Kees, Tolweg. Dan komt Noord, Ierland, Jordanië, Suzanne Vissenstraat, P3. En hier werd Buddy flink misleid door Rob. Omdat de volgorde van zijn route niet klopt. En tot zover de titel van de aflevering misleid. Dan is het tijd voor de eerste opdracht. De titel van opdracht 1 is de porseleinenkamer waar €2.850 verdiend kon worden. En er uiteindelijk door wat omstoten van vazen, wel geteld 7 stuks. En het naar boven afronden er €2.330 voor de pot is verdiend. En hier zijn mij een aantal dingen opgevallen die uiteraard ook veelvuldig besproken zijn in de andere Hintse theorieën video's. Maar goed, ik wil ze toch nog even aanhalen. Het eerste moment waar een hoop mensen het over hadden, dat was namelijk het moment van Klees. Dat hij zegt dat het hoogste bedrag €450 is, terwijl de hoogste €750 was. Er is eentje van 450, dus dat is de hoogste bedrag. Ja, nu is dit eigenlijk natuurlijk ook wel logisch, want ja, want beide kanten hadden hun eigen stokken die ze mee moesten nemen. En de €750 werd pas gegeven op het moment dat Buddy als laatste zijn parcours ging lopen. Degene die als laatste gaat, die neemt het lastigste object mee, ter waarde van €750. Dus dit valt bij mij sowieso niet onder een molactie of onder misleiding of dat soort dingen. Vandaar dat ik hem ook niet in de titel heb genoemd. En natuurlijk het moment van Johan. En ineens... Kedeng! Viel er een vaas. Dus hier, hè? En ik draai me om. Oh ja, dat is gewoon geld. Is dit serieus? Dit was echt wel een hele vreemde situatie, dat je dat voor elkaar kan krijgen. Hij zat helemaal in het spel, maar een mol die is wel onhandig, maar niet zo onhandig als hij zich voordoet. Dus dat, misschien moet hij beter op zijn omgeving gaan letten wat hij aan het doen is. Zou misschien wel ook helpen met het ontmaskeren van de mol. Dan opdracht 2, ook wel verkeer of verkeerd genoemd, aangezien de DD tussen haakjes staat. Ja, dit was echt wel een heerlijke speeltuin voor de mol om zijn streken uit te halen. Nathan
heeft al bepaald wie in welke positie komt. En Miljuska heeft als enige geen porto. Ik had gewoon het overzicht. Ik hoefde helemaal niet op die porto. Zo speel ik een opdracht graag. Gewoon een beetje kijken wat er gebeurt. Niet te hard werken, maar wel de opdracht mee kunnen krijgen. En toen ik dit zag, moest ik ook gelijk denken aan aflevering 1. Voorkom het moeilijke door het makkelijke te doen. Nou, dat is een ding wat ze zeker heeft gedaan. Want het enige wat ze hoefde te doen was natuurlijk in de auto zitten. Als pendelvervoer. Ja, dan hoef je eigenlijk helemaal niks te doen. En alleen maar afwachten. En ook was er gedurende deze opdracht was er weer een storing in het portofoonverkeer. Er was storing in het portofoonverkeer bij Klees. Maar later ook bij Leonie, Nathan en Buddy. En ja, toen ik dit zag, moest ik ook ineens denken aan Wie is de Mol van 2 jaar geleden. Dus ik kan het niet laten om Stine een klein beetje te dollen. We hebben nog maar een halve minuut. Halve minuut. Het gaat toch niet werken? Is toch prachtig? Zeg, hier loopt het gesmeerd, hoor, vind ik. Ja, het loopt hier goed. Is toch prachtig dat het niet gaat werken? Weer geen 1500 euro in de pot. Hè, wat? Ik heb het je bijna letterlijk gezegd. Hoe kan je dat nou missen? En ik zie eigenlijk soort wel weer hetzelfde terugkomen. En dan kom ik ook weer terug op een van de eerdere afleveringen. Dat ze portofoonverkeer hadden en dat jij geen contact kon krijgen. Dan zou dit inhouden, als het klopt wat ik zeg, dat Rob of Miljuska dan de mol is. Want volgens mij heeft de mol altijd wel meer dingen tot hun beschikking om de boel te kunnen saboteren dan dat wij weten. En dat krijg je meestal pas te zien achteraf als de mol bekend is gemaakt. En heel bewust laat ik Johan hier ook buiten, omdat Johan sowieso voor mij geen mol is. En ineens was hij daar. De test. Dit was wel een heel bijzonder moment. Ook voor mij. Ik was ook verbaasd dat het ineens gebeurde. En bij iedereen was het eigenlijk wel een beetje het standaardpraatje wie verdacht en wie wat wel en wie niet. En alleen bij Miljuska was deze anders. Die verdacht Nathan en ze zei het volgende. Hij is iemand die heel goed zich op de achtergrond kan houden, schrijft weinig op, weet goed hoe hij een spel moet verdelen. Ik probeer echt dichter bij hem te komen. Maar eigenlijk is het hele gesprek over ben jij de mol of wie is volgens jou de mol, off-limits. En toen Miljuska dit zei, had ik gelijk weer zoiets zo van hey, de wijze houdt zich op de achtergrond, maar staat de werkelijkheid vooraan. Terwijl Nathan nou niet echt bepaald op de achtergrond staat met zijn acties. Nou, dat hebben we kunnen zien natuurlijk in de vorige aflevering. Het lijkt er dan ook hierop dat Miljuska Vos nog geen idee heeft wie de mol zou kunnen zijn. En ze doet alsof ze anderen kan overvleugelen. En dan moet ik even kijken wat daar de precieze spreuk van was. En daar zei ze dus, met verdraaide woorden kun je van alles bereiken, maar door juist te handelen kan je anderen overvleugelen. Nou, dat is dus wat er is gezegd en dat viel dus hier ook wel heel erg op. En dan was het tijd voor opdracht 3 en eigenlijk ook wel een soort van daarna direct de executie. En dan is het tijd voor de laatste opdracht, genaamd vrijstellingsroute. Zullen ze gaan voor de vrijstelling of gaan ze voor hun eigen geluk? Hier zijn mij niet heel veel dingen naar voren gekomen. Dit is natuurlijk wel een hele belangrijke opdracht voor de mol natuurlijk. Want er moet natuurlijk in ieder seizoen minimaal 1 aflevering zijn waar er niemand uitgaat. Wij weten natuurlijk als kijker niet wie er als laatste is binnengekomen of als 1 laatste. Want die positie is namelijk wel bepalend of er voor de groepsvrijstelling wordt gegaan of niet. En natuurlijk dreigde de executie. Maar gelukkig waren er genoeg mensen die de groepsvrijstelling hadden gekozen. Dus iedereen bleef in het spel. Ook is er 1000 euro in de pot bijgekomen en heeft Johan een joker erbij gekregen. En ook hier was er voor mij weinig bijzonders wat mij opviel. Ja, en dan is het alweer tijd voor de afsluiting. Het was een erg diverse aflevering waar ik ook echt gewoon van genoten heb om naar te kijken. En wie ik verdenk qua mollen is bij mij niet heel veel veranderd. En dat zeg ik nou wel, maar er is toch wel het een en ander veranderd op mijn lijstje. Want de vorige keer, en dan moet ik ook weer even kijken, zei ik Leonie, Miljuska, Buddy, Nathan en Rob. Dus eigenlijk 5 personen. Is Leonie en Buddy eigenlijk helemaal van mijn lijst af verdwenen. Want de acties die ze hebben zijn voor mij en heel veel kandidatenacties. En wat er ook in andere video's is genoemd, is dat Leonie en Buddy heel veel in beeld werden gebracht. En meestal houdt dat dus ook in dat zij dan niet de mol zijn. En dan blijven mijn verdenkingen nu vooral staan op Miljuska, Nathan en Rob.
En ik denk dat de volgorde beter zou zijn als ik zeg Miljuska, Rob en Nathan. Dat is mijn volgorde hoe ik de mensen nu verdenk na deze aflevering. Dan is het alweer tijd om deze video te gaan beëindigen. Ik hoop dat je hebt genoten van deze video, dat je er wat mee kan. Als je er wat mee kan, laat dan een like achter. En wil je op de hoogte blijven wanneer ik een nieuwe video heb geüpload, vergeet het niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet er niet het belletje aan te zetten, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.